Lisa is een jong meisje, nu heeft ze een vriend. Die jongen heeft geheimen, maar Lisa is verliefd. Een keer gaat ze naar hem toe. De jongen heeft gedronken en hij zit daar met zijn crew. Hij lacht en de deur die gaat op slot. Baby, ik wil bangen en mijn homies willen ook. Ze kan ik zeggen, de tijd staat even stil. Een boy loopt naar haar toe, begint te zitten aan haar bil. Ik wil niet gaan naar de details. Eén ding is duidelijk, dat Lisa niet wil. Lisa gaat naar huis, ze kan het niet geloven. Lisa pakt de mes en ze heeft tranen in de ogen. Ze zit in twijfel, begint in haarzelf te snijden. Meisje, wat doe je? Het komt niet door je eigen. Ze drinkt en gaat bij het raam zitten. Pleeg ze zelf moord of doet Lisa aangifte? Misschien is dit mijn laatste kans. Oh, misschien is dit mijn wake-up call. Yeah. Ik blijf niet meer zitten, want ik ga erop uit. Met Mathieu, 18 jaar en oud van dansen, populair in zijn klas. Gewild door zijn good looks, zijn leven al gepland. Wilde doorgaan naar de dansschool, die shit was serieus. Dus ontdeed zich van de alcohol en buitenschool. Werkt hij enkel aan zijn techniek, hij leerde Debbie kennen. Een chick met history, aangetrokken door zijn status en creativiteit. En het feit dat Debbie leeft als een wilde meid. Ze kende zoveel pijn, haar pa is grof gezegd een klootzak. De moeder depressief en het leven maakt haar bek af. Dus vlug ze gauw in de armen van Mathieu. Het is warm bij hem thuis en het is klus voor zijn buis. En hij is lief, zo gezellig, dus ze wil niet meer naar huis. En Mathieu vindt haar ook boe, dus fuck it, laat haar blijven. Liefde bedrijven, ze was niet thuisgekomen, dus haar pa wil haar uit huis. En ze kan het niet meer aan, elke dag weer die drama. Dus breekt ze al tranen en praat over dwang. Grote dag voor Mathieu, want vandaag is auditie. Maar vlak voor de show, opgepakt door politie. Misschien is dit mijn laatste kans. Oh, misschien is dit mijn wake-up call. Yeah. Ik blijf niet meer zitten, want ik ga erop uit. Kijk niet naar gisteren, want ik ga vooruit. En ik hoop dat het goed komt. En ja, ik weet dat het goed komt. Deze is voor Roosje. Roosje is een meisje van 16. Minderwaardigheid, complexe, kleden zich sexy. Vader is een alcoholist, moeder die er niet meer is. Maakt de dingen moeilijk, mensen noemen haar een hoeren shit. Ze wordt misbruikt door de vader, maakt het erger. Geen vriendinnen, geen matties, niemand die haar kan helpen. Ze begon met wiet en biertjes, dat hielp niet, dus werd het coke. Dit meisje was verslaafd, liep op straat, half bloed. Viel in de handen van een loverboy, hij speelde met de hart. Gaf de liefde en respect, wat de vader haar niet gaf. Alleen maar pijn en verdriet, maar je kan hem ook niet blamen. Hij begon met drinken, toen zijn vrouw was overleden. Roosje was in slechte handen, want die lieve jongen was niet heel opeens veranderd naar een klootzak. Hij sloeg haar en trok aan haar haren. Na die dag was Roosje beland achter de ramen. Misschien is dit mijn laatste kans. Oh, misschien is dit mijn wake-up call. Yeah. Ik blijf niet meer zitten, want ik ga erop uit. Kijk niet naar gisteren, want ik ga vooruit. En ik hoop dat het goed komt. Oh, yeah. Ja, ik weet dat het goed komt.